Way of Living zijn we altijd op zoek naar andere manieren van wonen, leven of verblijven. En vandaag gaan we daarvoor op weg naar Engeland. Hoewel de meeste mensen naar de overkant vliegen, is de veerboot mateloos populair bij Nederlanders die op een iets comfortabeler manier naar Engeland of Londen willen. Vakantiegangers met gezinnen, maar bijvoorbeeld ook voor de aspirant Londenaar die alvast op jacht wil naar een woning in Londen. Oh, kijk. Mooi hier zeg. Lijkt wel een cruiseschip. Hier moet ik natuurlijk kijken. Ik zit aan de voorkant van het schip met een groot raam. Kijk, dit is een Captain Class Hut, zo noemen ze hem tenminste. Dat is belangrijk. Een huisbar, die is all-inclusive, hebben ze me verteld. En hier had ik het dus over, een patrijspoort. Morgenochtend ontwaken met zonsopgang in Engeland. Dat is fijn. Nou, iedere hut heeft zijn eigen badkamertje. Eigen toilet, lekker privé, douche. En kijk dat bed. Als je hier niet slaapt op zee, dan slaap je nergens. We zitten op dek 11, maar volgens mij is er op dek 9 nog veel meer te beleven, dus het was spannend. Nou, Londen, here we come. Nog een uurtje en dan is het afvaart. Als je als aspirantkoper op huizenjacht gaat in Londen om er te gaan wonen, werken of studeren, dan is het natuurlijk ideaal om dat te doen met Stena Line. Je gaat in de hoek van Holland aan boord en terwijl je eet, borrelt en slaapt, word je naar de overkant gebracht naar Harwich. En dan kun je vervolgens fris en fruitig de volgende ochtend op naar de metropool Londen. Dat is het mooie van dit schip. Het is maar liefst 340 meter lang. Het heeft een paar honderd hutten, het kan maar liefst 1200 passagiers herbergen en nog interessanter, 5 kilometer aan cardek. Wat betekent dat nou? Dat je 5 kilometer aan auto's en vrachtauto's achter elkaar zet en die zo het schip op kunt rijden. Dat is nogal wat. Proost. Wonen in een wereldstad. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar menig Nederlander is al vertrokken naar de metropool. En velen hebben het op hun verlanglijstje staan. Echter, hoe werkt de huizenmarkt daar? Is het moeilijk een woning te vinden? En hoe is het om er te wonen? Arno ging op onderzoek. London gives me opportunities. To live in London is disastrously expensive. It's very expensive to live in London. Aha, dat is dus gelijk de spijker op zijn kop. Het is er duur. In de rest van Engeland ligt de huizenprijs natuurlijk zo rond de £200.000 gemiddeld. Maar hier in de metropool Londen is het in de meeste postcodegebieden ietsje hoger. Huizen beginnen vanaf £500.000. Oké, dus kopen kunnen we meteen wel schrappen. Maar hoe zit het dan met huren in de stad? Joris, we staan voor Buckingham Palace. Een aardig optrekje, hè? Nou, dat kan je wel stellen. Zeg, jij woont hier in Londen sinds kort? Ja, nu sinds 4 maanden. Een aspirant huizenjager, waar moet hij les 1 op letten? En sowieso is het heel belangrijk om dicht bij een metrostation te zitten, want als je dat niet zit, dan ben je hopeloos verloren. En tweede belangrijkste les, belangrijk om waar op te letten? Wat wij heel belangrijk vonden was dicht bij winkels, kroegjes en een park. En om hier te huren moet je ook ergens op letten geloof ik, hè? Want de huurprijzen die zijn hier? Per week. Dus toen wij gingen zoeken, toen zagen we £600. Nou, dat is een mooie prijs per maand, okay. Maar toen bleek het per week te zijn. Er is mij verteld dat hier in Londen maar liefst 50.000 Nederlanders wonen of werken. Waarom is dat? Londen is een fantastische stad. Het is the place to be. Aha, dus ik kan wel zeggen een unieke way of living, toch? Indeed. Jongen, jongen, wat een panden hier zo in deze straat. Misschien wel 800, 900 miljoen aan vastgoed. Misschien wel een miljard, dus een duur straatje. Volgende week gaan we verder met een reportage vanuit Londen hier zo. Maar nu eerst naar de Second Home Expo in Utrecht. Vindt 2 keer per jaar plaats en wij namen er even een kijkje.